Alleen bij hoge uitzondering wordt er een vergunning gegeven om binnen de bebouwde kom te jagen. In Westerland is er zo'n grote konijnenplaag dat de inspectie die vergunning snel gaf. Hoeveel heeft u er geschoten de laatste tijd? Al met al, zeg maar, buiten dit gebied om zitten we al rond de 150. Is dat veel? Nou ja, is dat veel? Ja, het is eigenlijk te veel. Maar ja, goed, je zit er nou eenmaal mee, hè? De konijnen richten grote schade aan bij boeren en bewoners van Westland. Kijk, hier heeft een perenboom gestaan. En dit is een perenboom van zeker 10 jaar oud. En die is op een gegeven moment, op een nacht, is die aangevreten. Vreten ze de schors erom weg, dan gaat de boom dood. Hier zie je bijvoorbeeld ook vraatschade. Hier hebben ze de rode bieten aangevreten. Nou is dit nog een klein gat, maar je hebt ze soms wel van 1,5 meter diep. Wat is het probleem daarmee dan? Nou, het probleem is dat in het land hier in het gras zitten ook allemaal gaten. Dat de paarden als ze in galop door het land heen draven, in zo'n gat terechtkomen met een poot. En dan is het gebeurd. De konijnen zijn al jaren een plaag. Normaal houden ziektes zoals myxomatose de populatie in bedwang. Maar het lijkt er nu op dat de dieren daar resistent voor zijn geworden. We hebben geprobeerd met vangkooien, maar en fretteren is het gebied niet geschikt voor. Maar met vangkooien, dat werkt ook niet. Dus, Ik ben blij dat ze schieten, alhoewel ik tegen... Ja, ik heb iets tegen jagen. Ja. Kunt u de honden er niet op afsturen? Nee, dat doe je niet, want de honden pakken af en toe wel een konijn. Maar als u ziet wat er dan gebeurt, met z'n tweeën trekken ze zo'n konijn helemaal levend uit elkaar. Dat is echt afschuwelijk om te zien. Dat is het niet. Dan is jagen heel vreedzaam, feitelijk. Nu is het vandaag niet gelukt. Hoe komt dat? Nou, dat komt vanwege het weer ook. We hebben het weer ook niet mee. Een konijn is zo'n algemeen bekend dat ze liefst hebben dat ze een beetje zonnetje erbij hebben. Dan zitten ze gezamenlijk boven. U hebt ze niet allemaal al geschoten? Nee. Je krijgt ze lang allemaal niet. We doen ons best, maar je krijgt ze lang allemaal niet.